Stikstof en boeren. Elke dag is er wel nieuws hierover. Maar wat is stikstof nou eigenlijk? En wat zijn de gevolgen voor natuur en klimaat? Tijd voor een gesprek hierover met de voorzitter van de regio Zuid van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, IJsdenaar Jean-Paul van Aubel. De LLTB is een partner van de land- en tuinbouworganisatie LTO. Die organisatie, met als voorzitter Sjaak van der Tak, zit mede namens onder andere de LLTB aan tafel bij bemiddelaar Johan Remkes. Nou, over de terugkoppeling van het gesprek wat onlangs is geweest, heeft de heer Remkes aangegeven dat hetgeen wat de overheid heeft toegezegd in het gesprek absoluut op dit moment te weinig is om nog verder in gesprek te gaan. Een belangrijk punt wat wij van tafel willen hebben is dat wij afgerekend worden op de KDW. En dat is de kritische depositiewaarde. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, de kritische depositiewaarde die wordt vastgesteld voor een bepaald natuurgebied. Er wordt eerst gekeken welke planten komen daarin voor. Vaak zijn dat hele zeldzame planten. En dan wordt er gekeken van hoeveel stikstof kan zo'n plant of plantensoort of een habitat, wordt ook al eens gezegd, nou eigenlijk verdragen. En dat wordt uitgedrukt in mollen per vierkante meter. Wij vinden de natuur vinden wij ook heel belangrijk. En wij vinden ook dat we die natuur op een goede manier moeten doorgeven aan de volgende generatie. Maar voor het in stand houden van de natuur vinden wij als landbouworganisaties dat je niet alleen afhankelijk kunt zijn van kritische depositiewaardes. De staat van de natuur is ook bijvoorbeeld heel erg afhankelijk van hoe je de natuur onderhoudt, maar ook aan het klimaat, afhankelijk van het klimaat. En ik denk dat met name in deze periode, met deze droogte, dat de natuur op dit moment misschien wel meer te lijden heeft van de droogte, van watergebrek, als van een overschot aan stikstof. Kun jij eens voor de kijker, de doorsnee kijker, duidelijk maken wat nou eigenlijk stikstof is, waar ze het over hebben, waar de boeren en de overheid het over heeft? Ja, Peter, ik ben geen stikstofprofessor, maar de lucht, wat wij nu inademen, dat weten we allemaal, bestaat voor 78% uit stikstof. De stikstof waar het over gaat, die neerslaat op de natuurgebieden, dat heeft te maken met ammoniak. Ammoniak wordt gevormd onder andere in rundveestallen, komt vrij bij het uitrijden van mest. En die ammoniak die vervluchtigt en die slaat neer op natuurgebieden. Stikstof heeft met name iets te maken met de natuur en niet met het broeikaseffect, broeikasgaseffect. Nee, klopt. Dat is inderdaad een terechte conclusie. Nou is er een hele hoop discussie geweest over een kaart die is gemaakt door minister Van der Wal. Die is voor heel Nederland van toepassing. En daar waren de boeren niet echt gelukkig mee. Maar die schijnt van tafel te zijn. Kun je daar iets meer over vertellen? We vinden die doelen onrealistisch en ook onhaalbaar. Dus wij vinden absoluut dat die kaart van tafel moet. Nou, om een voorbeeld te geven. De agrarische sector in Zuid-Limburg heeft gemiddeld genomen een depositie op de natuurgebieden van 25%, plus minus 25%. De rest van de depositie die komt vanuit het buitenland of vanuit andere sectoren, bijvoorbeeld industrie of scheepvaart of van de autowegen. Desalniettemin, onze depositie is maar 25%, desalniettemin wordt er voor een groot gedeelte van Zuid-Limburg een reductiedoelstelling gevraagd van onze sector van 70%. Ja, en daar kunnen we absoluut niet mee uit de voeten. Dus wij willen ook reduceren, wij kunnen ook reduceren. We vinden wel dat iedereen dat een eerlijke portie moet doen. Hoe vind jij dat de natuur er op dit moment bij staat? Nou ja, ik ben geen natuurdeskundige. Ik heb ook geen verstand van die speciale plantensoorten die zo heel erg belangrijk zijn. Maar waar ik me wel op dit moment zorgen over maak, is het grote vochttekort wat er overal heerst. En ik hoop in ieder geval dat die natuur daar ook goed kan van herstellen. Maar dat is eigenlijk een gevolg van klimaat en van CO2-uitstoot en niet van stikstof. Is dat juist gedacht of niet? Nee, tuurlijk. Als we het hebben over de klimaatopgave,
dan gaat het over de uitstoot van broeikasgassen. Ja. En dat heeft in principe niks te maken met stikstof. Dus er moet ook wat veranderen aan die kant, om aan jullie kant ook wat aantrekkelijker te maken, om beter te maken, zeg maar. Hmm. Ja. Nou ja, met deze droogte en met temperaturen waarin we nu leven, zou je eigenlijk zeggen van we moeten eerder aan de slag met klimaat. Dat is eigenlijk veel belangrijker, zou je op dit moment zeggen, als die stikstofuitstoot. Hoe ziet de toekomst van de boerenstand eruit, volgens jou, in jouw perspectief? Nou ja, dat is een moeilijke vraag, want ik zie om mij heen dat er heel weinig potentiële bedrijfsopvolgers zijn. En dat baart me echt zorgen, want wij boeren, wij produceren gezond voedsel voor ook nog een goede koperprijs. Maar tevens zorgen wij ook voor een prachtig Zuid-Limburgs landschap en dat moeten we zo in stand proberen te houden. Hoe kun je nou eigenlijk als boer de reductiedoelstellingen die de overheid dan oplegt en ook wettelijk bepaald zijn, hoe kun je die gaan bereiken? Nou ja, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. De overheid is heel erg gericht op het verminderen van de veestapel, van het opkopen en zelfs onteigenen van bedrijven. Daar zijn we absoluut valikant op tegen. En wij als belangenorganisatie, we vinden eigenlijk dat er meer gekeken moet worden naar technieken en innovatie op de boerenerven. Zo zijn er bijvoorbeeld technieken waarbij je eigenlijk de dikke fractie en de dunne fractie van de mest van elkaar scheidt. En op die manier produceer je ook nog je eigen kunstmest op een melkveebedrijf. Nou is er ook nog een probleem met het methaan. Methaan schijnt te komen door het ademen van herkauwers, koeien, geiten, schapen en het boeren daarvan. En dat schijnt ook al behoorlijke invloed te hebben op het CO2. Gehalte. Hebben jullie daar ook nog aandacht voor en wat ga je daaraan doen? Nou, dat is een hele goede vraag, Peter. Want toevallig zijn wij eergisteren begonnen met een proef van DSM. En wij voeren nou een additief aan het rantsoen van de koeien. Dat is nog in een experimentele fase. Maar de verwachting is dat daarmee de methaan uitstoot van koeien 30-40% gereduceerd kan worden. Wil je zelf nog iets kwijt? Is dat de agrarische sector kan ook een deel van de oplossing zijn. Wij leggen namelijk koolstof vast in de bodem en op de manier waarop wij voedsel produceren, dat is als het ware ook een kringloop van CO2. CO2 wordt opgenomen door onze gewassen, door het gras, door onze bieten, door onze maïs. Wij maken daar veevoer van, onze koeien eten dat voer en produceren daar weer voedsel van. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging. Oké.